waren geweest op uitnodiging van de minister van Defensie. Omdat we tijdens de meeting van 2 mei, toen de uitspattingen zijn geweest, de voorzitter van de FITS had specifiek ten aanzien van Defensie een vraag gesteld ten aanzien van veiligheid. En zij had toen de FITS uitgenodigd om te praten daarover. Er was onduidelijkheid, een beetje onduidelijkheid daarover, omdat er ook hoe het naar buiten is gekomen tijdens een gesprek. En dat hebben we ook besproken. Ik denk dat de minister heeft gezegd over dat we de FITS heeft gevraagd. Nou, het kwam over alsof er militairen in de dorpen dan zouden patrouilleren. Maar dat was geen sinds de bedoeling. Het was meer om dus in 2 dorpen, Kwamala of Tipuhor en Kasipora, waarbij 2 inheemse militairen dan voor veiligheid in die assen in die gebieden mochten blijven en ondersteuning konden geven. Natuurlijk vanuit het bevoegd gezag, het leger. En daar heeft de minister uitleg gegeven over hoe zaken nu gaan. Omdat in het verleden, tijdens de vorige regering, de mogelijkheden wel er bestonden dat militairen ter beschikking werden gesteld. Maar onder deze minister ze zijn hier voorstander van en heeft ze duidelijkheid gegeven daarover. Dus dat was ten aanzien van de 2 militairen. En daarnaast hebben we ook gesproken over een goede samenwerking van het leger en het traditioneel gezag. Omdat het leger meer in het achterland oefent. En in dit geval op Pikin Sarong, waar er een militaire kamp is, een trainingskamp. En vaak zijn er militairen in het gebied. En soms gebeurt het dat zonder afstemming van het dorpshoofd dat er oefeningen plaatsvinden. Dus we hebben een beetje gevraagd naar een goede samenwerking. Niet dat we tegen zijn, omdat we duidelijk ook hebben aangegeven dat in inheems gebied we militairen omarmen. Het is altijd zo en het gaat altijd zo blijven. Dat er altijd, wanneer er militairen in het gebied komen, dat ze altijd welkom zijn en ze worden altijd geaccommodeerd. En we hebben ze ook gewezen op het gebied van Kasipora, Redidoti, waarbij ik ken gevallen daar bij roofovervallen, waarbij ze onopgelost zijn gebleven. En de roep was daar geroepen naar een station van militairen, of van, ja, dat er militairen daar gestationeerd kunnen worden. En de kapitein van Redidoti had toen dat tijd ook gezegd dat hij een plek dat ter beschikking heeft als er militairen daar gestationeerd konden worden. Omdat er ook met oefeningen het gebied van Kasipora Redidoti ook gebruikt wordt. En de dorpshoofden verlenen hun medewerking naar het leger of de mensen, de mannen die de leiding hebben over de training, de oefeningen. Ze verlenen hun medewerking. En het is altijd via misschien militairen in het gebied geweest, maar nooit echt via, zeg, defensieniveau, minister of zeg, misschien commandantenniveau, nooit naar de dorpshoofden toe. Het is vaak gebeurd via militairen van het gebied naar militairen die de leden hebben over zo'n training. En we hebben gevraagd dan om in het vervolg dan voor een goede samenwerking dat het op commandantenniveau gebeurt, dat de dorpshoofden dan op de hoogte worden gesteld. Dus dat was het zo in het kort over waarover we hebben gesproken en dat er regelmatig was als er wat is en dat wij op de hoogte worden gesteld en dat ze dat nu gaan doen via de FITS. Omdat zij hebben aangegeven dat ze dat altijd hebben gedaan via Aero. En als het ware heeft het nooit gewerkt. Omdat we vaak wanneer de oefeningen gaande zijn, dan pas zien wij dat. Maar vaak wordt het niet gerapporteerd naar ons. Dus voor een goede samenwerking hebben ze ook gezegd dat ze in het vervolg, wanneer er oefeningen worden gedraaid, dat ze FITS gaan uitnodigen en zo een presentatie houden van de oefeningen die gedraaid worden, zodat we ook een inzicht hebben in wat er zal gebeuren. Dus voor een goede samenwerking waren we gewezen. Oké, en dat was het tweede punt over de oefeningen. Maar het eerste punt, dat begreep ik niet zo goed, dat ging erover dat er wel of geen aanwezigheid van patrouille van militairen in het gebied gewenst is. Hoe zit dat precies? Nee, dus het was overgekomen als, kijk, na de uitspattingen van 2 mei was er een situatie op Pikin Sarong waarbij houtblokken onder toezicht van de militairen werden getransporteerd. En dat had een beetje voor irritatie gezorgd bij de gemeenschap.
En in het verlengde daarvan, na de uitspraken van de minister, maar ze heeft aangegeven dat ze dat nummer zo heeft gebracht, omdat we via social media en alerten dorpsbewoners van verschillende dorpen dat hebben gezien, dat men heeft aangegeven dat de fiets heeft gevraagd naar militairen in die dorpen, terwijl het geen zin is. Dat is wat de fiets heeft gevraagd. En dus het komt door uitspraken van de minister. En we hebben er toen gevraagd om rectificatie, omdat wij niet doen overkomen alsof... Dus niet dat het niet geweest is. Patrouilles zijn normaal in dorpen. Maar alsof er... die criminalisatie die er is gekomen na dat van 2 mei... en de vele verhalen daarachter. Dus men linkt het naar die zijde. En om het uit de weg te werken hebben we gevraagd om een beetje voorzichtig daarmee om te gaan. En we hebben ook gevraagd om alles wat zo naar buiten gaat, om een beetje voorzichtig ermee om te gaan. Omdat na dat van 2 mei wij ook als de FITS voorzichtig zijn met berichtgevingen die naar buiten komen. Omdat ze een beetje krenker kunnen zijn naar de gemeenschap toe. Oké, okay. Dat is dan duidelijk, meneer Jubidane. Ik ga dan hierop houden. Is er nog iets dat u daarover wenst te melden? Over dat van de militairen? Nee, niet. Dat is gewoon dat er een goed gesprek was en dat er een vervolggesprek komt. En we hebben ook weer samenwerking op regering te doen. En wanneer is het vervolggesprek? Kijk, we hebben met Defensie. Defensie zit ook in het clusterministerteam. En tot zover, we hadden 2 mei een... na die incidenten hadden we dan een spoedoverleg. En op 2 juni hebben we dan een vervolgmeeting gehad. En afgelopen vrijdag, 16 juni, hadden we weer een vervolgmeeting waarbij die van 2 juni was bij de president op het kabinet met een clusterministerteam, waar alle ministers die echt betrokken zijn in problemen van binnen de inheemse gemeenschappen ook aanwezig waren. En afgelopen vrijdag 16 juni, daar had je dan de defensieminister was ook aanwezig en de president had ons toen aangegeven dat hij niet aanwezig zou zijn, dus hij was degene die dat in handen had op afgelopen 16 juni. En dan hebben we dan begin van juni, nu gaan we het zachtjes afbouwen waarbij we van 2 weken gaan naar maandelijks dat we een dingen hebben, een clusterminister samen met de president een meeting waarbij we de problemen van de inheemse aankaarten en dat we met voorlopig hebben we een lijst met 24 punten en dat we die 24 punten stapgewijs afwerken. Ik ben wel benieuwd naar die 24 punten. Kijk, het gaat meer om, kijk, toen we op 2 mei waren geweest bij de spoedmeeting, hadden we die eisen gesteld en een van ze is dat er onmiddellijk de gronden binnen de inheemse gebieden ingetrokken moesten worden. Tweede is dat we een onafhankelijk onderzoek hebben geëist in dood van die 2 inheemse mannen op die betrokken waren bij de uitspattingen op Pikin-Sarov. En we hadden ook gevraagd naar bijstand van de familie. En we hadden ook gevraagd van om de uitvaart te bekostigen. We hebben ook gevraagd voor in het geval van Eredidoti Kasipora, waarbij er in de tijd, ik heb eerder aangegeven dat er hele boerenvoorvallen daar hadden plaatsgevonden, maar is onopgelost gebleven. En toen men bezig was te onderzoeken, gingen de heren van daar normaal om hun gezinnen te onderhouden op jacht. En ze werden dan geconfronteerd met de politie, waardoor hun hele buit en hun jachtgeweren in beslag zijn genomen. En dat hadden we ook gevraagd om die jachtgeweren dan terug te geven. En het laatste was dat van een zekere heer Bergmans was op de bewuste dag ook aangehouden. En we hadden meer duidelijkheid en vrijlating van hem. En op die 2 juni hebben we dan updates gekregen ter aanzien van onze eerste punt intrekking van de gronden. Daar hebben we te horen gekregen van de minister van GBB dat alles in proces is, omdat het juridisch goed afgehandeld moet worden. Anders wordt de staat voor het gerecht gesleept. Maar in
specifiek dat van Pietje Saro, dat een zekere Alibax, een concessiehouder daar, dat hij vrijwillig die concessie weer teruggeeft. Dus dat was een van de verlichtingen. En daarnaast, onze tweede punt van onafhankelijk onderzoek is, daar hebben we te horen gekregen dat men bezig is en dat er onafhankelijke onderzoek komt. Gaande is dan, maar er was nog geen schot erin hoe ver het is. Ten aanzien van nabestaanden, daar heeft men aangegeven dat de dat men gereed is via het kabinet. De directeur van het kabinet, ik denk dat hij meneer Munsi heet, dat hij gereed was om de familie bij te staan. Zo op aangeven van ons dat de familie dan op de hoede gesteld moest worden. En begeleiding van de nabestaanden, dat daarover sociale zaken zou zich ontfermen, daarover en justitie en politie. En ten aanzien van de jachtgeweren, de president heeft aangegeven dat er een speciale programma ontwikkeld zou worden voor binnenlandbewoners. Ten aanzien van, ik denk dat het gaat om de jachtwet voor binnenlandbewoners. En dat het binnen 2 maanden men met een voorstel zou komen. En minister van Justitie en Politie gaf aan dat hij erop zal toezien dat de jachtgeweren die in beslag zijn genomen, dat ze dan teruggegeven worden. Ten aanzien van dat van Mitchell Bergmans, de aanhouding, de minister zelf was niet echt op de hoogte als hij al was vrijgelaten. En hij stelde dan de vraag aan ons en toen gaf hij hem aan dat die Mitchell Bergmans nog niet is vrijgelaten. Dus dat was het. Maar natuurlijk tijdens dit meeting van 2 mei zijn er een heleboel andere vragen gesteld. Uiteindelijk was het gekomen op 24 punten die we hadden. Die eigenlijk ergens een betrekking hadden op elkaar. Maar een van de belangrijkste zaken die ook is aangehaald, is ook dat van die beschikkingen die al een tijdje spelen. Bijvoorbeeld dat van Powaka speelt al ongeveer 2 jaar. En van Pietje Saro is vorig jaar, is er een bestuurswisseling daar plaatsgevonden. En het gewezen daarop schroef, na dat hele proces heeft hij aangegeven dat hij zich niet erin berust. En had het een heel proces met zich mee. Maar uiteindelijk heeft de president zaken bekeken. We hebben ons deel gedaan als inheemse organisaties om aan te geven wat de procedure is, hoe het is verlopen en waar het is gestuurd. En uiteindelijk heeft hij opdracht gegeven op de bewuste dag om de beschikkingen op die 2 juni van Pietje Saro in orde te maken. En de vicepresident was aanwezig. De vicepresident heeft zijn verslag van zijn kant gedaan, waar het is gestuurd en zo. En met respect naar het traditioneel gezag en dat van het zelfbeschikkingsrecht die wij als inheemse hebben, hebben ze zich dan, ik moet het voorzichtig zeggen, niet neergelegd, maar ze hebben gezien dat door de inheemse gemeenschap van Pietje Saro hun wil heeft uitgesproken in een nieuwe leider. En dat hebben ze geaccepteerd. Eigenlijk was dat die barrière die er toen was. Maar dat behoort niet tot het verleden. Dat van Powaka, daar is er een, was er een proces waarbij het volgens de onze traditionele model is gebeurd. Geschreven, ongeschreven regels. Er was eerst een verkiezing, daarna een aanwijzing. En de gewezen daarop schroef kon zich maar niet neerleggen bij het besluit van de gemeenschap. Is naar de groene tafel geweest. Is in ongelijk gesteld daar. En bleef maar doorgaan, hoger beroep. En het dorp bleef maar op zich. En ontwikkelingen kunnen niet verder. Maar de president heeft ook daarna gekeken en heeft aangegeven dat er met de uitspraak van de rechter een besluit genomen kan worden. En ik heb geloof in, omdat de president steeds praat over wet en recht. En als de rechter een besluit heeft genomen die in gelijkheid, of waarbij Sergio Sabayo in gelijkheid wordt gesteld,
dan rest het alleen maar om uitvoering eraan te geven. Dus afgelopen 16 juni zou eigenlijk de tussen 2 juni en 16 juni zou ERO dan met een juridisch advies komen ten aanzien van Kees van Poaka. En ik denk dat ze nog niet rond hadden, want op die bewuste dag pas op 16 juni kwam men met het juridisch advies. Dus men heeft toen gevraagd, minister van Defensie heeft toen gevraagd, die het vergadering leidde, heeft toen gevraagd om met een week uitstel. Dus ik denk dat het vrijdag bekend is wat er is besloten ten aanzien van de Kees van Poaka. En intern zouden ze dat juridisch advies dan bespreken. En dan komt er een hoekschot daarin.